De overheid maakt zich klaar voor de introductie van het Decent Work Country Program voor Suriname. Dit programma houdt in dat Suriname voortgaat om via de beginselen van menswaardig werk inhoud te geven aan de doelstellingen voor economische en sociale ontwikkeling zoals vervat in het ontwikkelingsplan 2017-2021. De onderdirecteur juridische en internationale zaken van het ministerie van Arbeid, Glenn Pirou, geeft een statement over het programma. Decent Work Country Program is een programma waarin het ministerie van Arbeid dus samenwerkt met de sociale partner, dat is vakbeweging en bedrijfsleven, en dus hulp ook krijgt van de ILO. En in het programma worden de punten die hoge prioriteit genieten in het arbeidsbeleid, die worden daarin opgenomen. Om een voorbeeld te geven, arbeidswetgeving, arbeidsinspectie. Dat zijn allemaal onderwerpen die in het Decent Work Country programma zullen worden opgenomen. En het is in het kort gezegd dus een samenwerkingsprogramma tussen de Surinaamse overheid, de ILO en bedrijfsleven en vakbeweging. We gaan nu het tweede programma ondertekenen. Het eerste programma is al beëindigd, 2014-2016. En het programma heeft erin geresulteerd dat de wetgeving is vernieuwd. En dat het arbeidsmarktinformatiesysteem min of meer is voorbereid. Maar niet alles is afgerond. Vandaar dat we nu het tweede programma gaan ondertekenen. En in het tweede programma dus komen er enkele oude punten weer terug, zoals de arbeidsinspectie. En er komen ook nieuwe zaken aan de orde, zoals een arbeidskamer, productiviteit en het bevorderen van ondernemingen, dat ondernemingen worden opgericht en dat banen worden gecreëerd. Het Decent Work Country programma is bestemd voor de werkgevers. Dat zijn de mensen die bedrijven draaien, kleine en grote bedrijven. En ook de mensen die werken, dat zijn soms jonge mensen, soms oudere mensen. Maar je hebt ook vrouwen en mannen die werken. Deze groep moet dus voordeel hebben van het Decent Work Country programma. Werkende mensen en mensen met bedrijven. En het zijn deze mensen die het programma ook zullen ondertekenen en bij de lancering ook aanwezig zullen zijn. Dus bedrijfsleven, VSB, en de vakcentrales. Dat zijn de organisaties van die vakbonden die het programma dan zullen ondertekenen.